Ons is vandag besig met meneer Andrews, een van die mees talentvolle kunstenaars hier in Helmville. Meneer Andrews gaan ons verduidelik hoe en waarom hy begin het met hierdie kunstenaar eienskappe van gedig en tekeninge. My naam is Garnet Andrews, die vader van 3 seuns en 1 dogter. Ek is woonagtig in Helmville. En dat is van geboorte af, alleen maar al die jaren is het maar van Nederland. En tekenen was me nog altijd een passie voor mij geweest. Vanaf de jongens, vanaf school, dat ik maar begin, dus allemaal maar beginnen met stokjes, mannetjes, maar later van tenen gaan het naar betere dingen. En dat was een manier voor mij voor ontvluchting geweest, om weg te komen van de dingen een beetje bedrukt is. En dat was een manier geweest om mij te kunnen ontspannen. Nee? En baie wat ek sien sê, dit is mooi, ja, is al van hulle wat al probeer om het te doen. So op een manier kan jy sê, die wat ek al kom, vra, kom hulle nou met een vraag vir my, maar hoe lyk my tekeninge? So vir my is het, solang het iemand ook in die richting in kan, nee? Net dat hy eigen gevoel het, maar as hy dit kan doen, dan kan ek het ook moest doen. As jy die talent het en as jy dit kan doen, volg dit. Ongeacht, ons noem het toch maar elkeen individueel, elkeen kan voor zichzelf en elkeen heeft zijn eigen manier van hoe je dingen doet. En daarom is het voor mij het belangrijk dat als die jong mannen van vandaag, als ze net kan besluiten, als ze in de eerste plek kan besluiten, dit is wat ik wil doen. Ik hoor meneer het de boekje het al gehad met andere schrijvers. Dat was het type van een klas wat ons naartoe gegaan is, wat gereel geweest is door Brian Waters en Elvin Nye, Apollos. En Weile Byron Armoed, wat ook onlangs in de skieterie omgekom het. Nee, dat was een gezamenlijke voor die klas geweest en toen het allemaal wat deel geweest van die klas, het ons met hulle besluit dat we gaan het alles samen pers. En uit die klas het die boekie ontstaan, tussen straten, wat ook maar net, en al ons dichters samen. Het aan die einde van die dag het hulle herinnisse, het sy bijdra, is saamgevoeg. Die ene bevat 7 van my, terwijl die anders ook, ons allemaal 7-7 denk ek al, binnen in die boeken. So allemaal 7-7? Ja, wat hulle, want dit is my gesamentlijke poging. Maar daar is al 2, wat nog nie gepubliceerd is van my, wat al klaar geskryf is, wat ek nog net moet laat publiceer. Van al die gedigte wat meneer geskryf het, wat is die gunsteling, as ek mag vraag? Gunsteling een, hy is nou nie in die boek in, Afskeid van 'n Engel, nee, wat handel oor een jong meisie wat op haar matriek afskeid gaan, en die ouders wat in die aan wat wacht vir haar om terug te kom, so, en toe kom eindig het nou so dat het met slechte nuus, wat het afeindig dat sy in 'n ongeluk in, omgekom het. Die ene wat mij die meeste van trek, wat in de hand ja doen. Ek gaan ook daar kom, maar gaan het beter doen as wat hy ene kan doen, maar hy blij in diezelfde omstandighede en hy het niemand geblameer wat hy kan sê door wie dit daar is. As ek het kan doen, kan jy dit doen.